Dus nu weer het woord aan onze bondscoach Kees Rijvers en dus terug naar Theo Rijtsma in Leeuwarden. Kees Rijvers, je bent vanavond geweest bij Cambuur tegen PSV. En je hebt het bericht gekregen dat Erwin Koeman niet kan spelen in Nederland zelf, toch? Ja, wat de wedstrijd betreft. Ik heb me niet zitten vervelen in deze wedstrijd. Maar jammer genoeg hebben we bericht gekregen van Erwin Koeman dat hij niet kan spelen. Wat is er met hem aan de hand en wat zijn de maatregelen vervolgens? Nou, hij heeft al langdurig een hele lichte blessure. Maar waar hij ook goed mee gespeeld heeft, in Groningen ook. En in Amsterdam ook. We hebben dat van de week doorgesproken. En er was geen enkel probleem over. Nu blijkt hij weer een schop tegenaan hebben gehad. En hij belde af dat het niet kan. Wie speelt er nu? Ik wacht de wedstrijden van morgen nog af. Wie weet wat daar nog uitkomt allemaal. Daar nemen we pas een beslissing over na de wedstrijden van morgen. Geen enkele aanwijzing wie dat dan zou moeten zijn? Nee. Het heeft geen zin om op dit moment erover te praten. Het tweede deel van de uitslagen. Barendrecht Xerxes 0-2, ACV Roda 0-7. Oranje Nassau VVV 0-1 door een doelpunt van Pleun Strik met een derde gele kaart bij VVV voor Taihutu. Dovo Fortuna 2-4 met drie doelpunten van Arthur Hooyer. Mario Eleveld van Fortuna werd per brancard van het veld gedragen en met een zware hersenschudding is hij opgenomen in het Radboud ziekenhuis van Nijmegen. Quick Boys AWC 1-0, Rijnsburgse Boys Willem 2 3-1, de verrassing. Willem II, dat ook nog het derde geel noteerde voor Steyaert, scoorde eerst via Gozems, maar daarna sloeg Rijnsburgse Boys terug via Jan Hogenwoning, Ton Arroyo en Huug Aandewiel. De treffers IJsselmeervogels 1-1, ook dat wordt overspelen. Komende woensdag wordt het een avond van vitaal belang voor het Nederlands elftal. Wij hebben het net al even aangestipt. In Dublin wordt er gespeeld tegen Ierland en die wedstrijd moet gewonnen worden. Anders is het Nederlands elftal uitgeschakeld voor het eindtoernooi om het Europees kampioenschap voetbal. De tegenstander Ierland is al uitgeschakeld voor die eindronde, maar dat wil niet zeggen dat het woensdag een gemakkelijke wedstrijd wordt, in tegendeel. Ander Europacup nieuws overigens. Edo Ophof, uit het veld gestuurd tegen Olympiakos Piraeus, is geschorst door 3 wedstrijden door de UEFA. En Michel van der Korpen, die uit het veld gestuurd werd tegen St. Mirren, heeft 2 wedstrijden schorsing gekregen en mist dus de beide wedstrijden van Feyenoord tegen Tottenham Hotspur. Dan nieuws over het Nederlands damesvoetbalteam. Dat speelde in Siegen tegen West-Duitsland, ook in een kwalificatiepool voor het Europees kampioenschap. U ziet de uitslag, 1-1. En omdat België-Denemarken, vooral van belang is Denemarken, 2-2 werd, ontstaat de volgende stand voor de Nederlandse dames. En dat wil zeggen dat een gelijkspel volgens deze stand in de laatste wedstrijd, en die is uit tegen Denemarken, voldoende zal zijn om de eindronde te halen. Het doelpunt van de Nederlandse dames werd vanmiddag gemaakt door Wilde Visser. Dan basketbal, nieuws over Kees Akerboom. Nederlands beste basketballer heeft het bestuur van zijn club, Nashua in Den Bosch, laten weten er de brui aan te geven. Akerboom, u ziet hem hier, hij had zich wel teruggevochten na een lange blessureperiode, maar nu vindt hij de belasting van 5 keer trainen in de week, dat hij die niet meer aan kan en dat hij in de huidige samenstelling van zijn ploeg geen rol van betekenis meer kan spelen. Dus verbreekt Akerboom zijn contract en leidt het Nederlands basketbal een gevoelig verlies. Dan waterpolo. Dit weekend worden de eerste rondes afgewerkt van de verschillende Europacup toernooien, ook voor de waterpolo'ers. Landskampioen AZC speelde in Alphen en plaatste zich gemakkelijk onder andere door een overwinning van maar liefst 29-1 op de Belgische kampioen Gent. Onze aandacht gaat uit naar de bekerwinnaars en daar is De Zijl de Nederlandse vertegenwoordiger. Omdat de Turkse bekerwinnaar Galatasaray gewoon niet kwam opdagen in Leiden, was De Zijl al gekwalificeerd voor de volgende ronde voordat de wedstrijd die we zo dadelijk gaan zien tegen Vasas Budapest moest beginnen. Niettemin is het een interessante confrontatie gezien de kracht van het Hongaarse waterpolo. En de eindstand, De Zijl 2 gespeeld, 4 punten, Vasas 2 punten en Polytechnic uit Londen op de derde plaats met 0 punten. Wij blijven in ieder geval ook binnen de tijd, want dit was het voor vanavond. Morgenmiddag is Studio Sport bij u terug met wielrennen. De voorlaatste najaarsklassieker van Blois naar Chaville. De grote herfstprijs. En in de programmabladen staat vermeld dat die uitzending om 4 uur zal beginnen. Maar we raden de wielerliefhebbers aan om vast om 3:30 attent te zijn, omdat de beelden uit Frankrijk waarschijnlijk vroeger tot ons zullen komen. Dat was het voor vanavond. De scheidsrechter mag afsluiten en graag tot morgen.